welkom bij deze nieuwe aflevering van Riksbak. Ik ben Riks en op mijn kanaal gaat altijd met me langs en doen bij elke letter twee leuke recepten. Afgelopen maandag hebben we cupcakes gemaakt, maar nog niet versierd. En daarom heb ik hier Anna! Hier! En wij gaan samen vandaag de cupcakes versieren en we hebben er super veel zin in. Laten we snel beginnen. We gaan twee varianten cupcakes maken. Ik heb hier allemaal super lekker fruit. En hier hebben we wat zoete dingen, dus daar gaan we lekkere cupcakes mee maken. Maar wat we als eerste moeten doen is het fruit snijden. Dus daar gaan we mee beginnen, hè? Kijk, dan pakken we een mesje. En gaan we gewoon bezig. Welke wil jij als eerste snijden? De aardbeien. De aardbeien. Kijk, alsjeblieft. Al het fruit is gesneden, dus nu kunnen we bezig met de cupcakes. Nou, pak maar één. Dankjewel. Waarmee ga jij beginnen? Ik ga met deze beginnen. Met die, oké. Wil je je cupcake ook vullen? Met deze. Ik heb een chocoladecadeautje gemaakt. Dat is te zien in de video van maandag. Ik zal het ook in het hoekje eventjes zo'n informatiedingetje doen. Daar ga ik mijn cupcake mee vullen. Wil jij die voor jou ook vullen? Ja. Ja? Oké. Okay. Ja. Dan heb ik hier een appelboor. En daarmee ga ik dus een gaatje in de cupcake maken. Wel precies in het midden. Ja, wel precies in het midden. Zo. Zo hier. Ja. En dan heb ik hier de ganache. En die heeft een dagje gestaan, dus hij was eerst heel hard. Die heb ik even opgewarmd in de magnetron, zodat hij nu weer verwerkt is. Topper. En dan heb ik hier de topping die ik heb gemaakt. De roomkaas topping. Die is ook te zien in de video. Dus daarmee ga ik mijn cupcake mooi even aftoppen. Wil je deze ook even proeven? Ja, mooi. Wil je deze er ook op? Ik hou deze goed dicht en daar knijp je en dan komt het er aan de onderkant weer uit. Ja. En wat je dan moet proberen is dat je de chocoladeganache niet ziet. En dat is echt een verrassing. Mooi hoor. Oké, nu kunnen we ze gaan versieren. Ik denk dat ik voor mijn eerste cupcake voor fruit ga. De snoepkap. Oké, nou, we kunnen beginnen. Even kijken. Een wat banaan. Wat zijn die lang? Stukjes mango ga ik erbij doen. Granaat en een beetje langs de zijkant. En wat hele mooie door Anna gesneden aardbeien. Ja, ik vond hem zo wel heel mooi. Kun je mooi het fruit overal zien zitten? Ja, dat is wel mooi. Is hij af? Wil je hem op de standaard zetten? Kijk, dan zetten we daar alle cupcakes neer die klaar zijn. Mag ik ook een nieuwe? Dankjewel. Precies lekker met die bandjes. Ja! Oké, wat ik nu ga doen is, ik ga nu deze cupcake gewoon toppen met de ganache. Dat kan ook. Pakken? Natuurlijk. Nee, je kan het gewoon oplepelen, maar je kan ook gewoon je cupcake er lekker in dippen. Dan krijg je zo'n hele mooie swirl. En mijn favoriete fruitcombo met chocola is banaan en aardbei. Dus deze ga ik versieren met bananen. Oh, wat leuk! Een beetje gedraaid is, dan kan hij niet aan de buitenkant draait. Alsjeblieft. Oh, wat leuk!
Dankjewel. Wat ik nu ga proberen is door een bepaalde spuittechniek wil ik een bloemetje gaan maken. Even kijken of je wil. Bloemetje. Dus wat je ziet wat ik doe, is ik maak eerst een klein bolletje. Dan haal ik de spuitzak omhoog en dan spuit ik er bovenop. Hier heb ik nog een bolletje. En dan breng ik hem naar binnen. En dan maak ik hier nog een klein toefje. Wat vind je ervan? Ja? Oh, en dan ga ik op elk bloemblaadje. Kijk. Ja. Oh, wat leuk! Wat ik ga proberen is, ik heb hier gesmolten chocola. Die ga ik aan de zijkant van de cupcake doen. En dan ga ik daar wat van deze roze balletjes op plakken. Je wordt altijd zo knisperen, hè? Wat ga je doen met de cupcake? Oh, wil je deze ook? Ja. Ja, dat dacht ik al. In het doosje zit ook hele leuke... Ja, van deze dingetjes. Dus daarvoor ga ik eentje leuk in het midden doen. En dan hebben we echt een beetje een prinsessencupcake, vind je niet? Ja. Je wou een voetbal maken, hè? Had je tegen mij gezegd. Ja. Ja. Hoe wil je dat gaan doen? Wil je echt een balletje gaan maken of wil je een platte voetbal maken? Een platte voetbal. Kijk, ik heb hier een mooi rond uitstekertje. Die kunnen we daarvoor gaan gebruiken. Ja. En dan heb ik daar wat poedersuiker liggen waarmee ik kan uitrollen. En dan zal ik ook nog even een deegrol voor pakken. Kijk, hij is wel een beetje groot, maar het moet wel lukken, hè? Ja. Zelf mee. Oh, dat geeft niet. Dan haal je voorzichtig van je rolstok af. En dan doe je een beetje poedersuiker op de bovenkant, als je nog verder wil uitrollen. Daar heb je. Dat was het gewoon. Zeker. Ik ga proberen een roosje te maken. Roosje? Een roosje. En dan moet je denken met zwart, maar... Nee, dan je zei al dat die heel plakkerig is, hè? Ja. Nou, even een tipje voor thuis. Mocht je deze fondant hebben, hij plakt heel erg. Heb je wel zelf fondant gemaakt? Gewoon dit zelf gemaakt? Nee. Nee? Dat kunnen we ook wel een keertje doen. Volgende video een keer samen doen? Fondant maken? Gaan we doen. Heb je al een stukje geproefd van de zwarte? Je kan het even doen, hè? Is die lekker? Ja. Mooi. Mijn rondjes hebben gemaakt. Ik heb het laten doen. Oh ja. En ik maak niet zoveel om mijn rondjes zelf te maken. Oh, dat maakt niet uit. Hoe groot moeten jullie rollen gaan zijn? Ongeveer even groot als dit, want dan kun je ze hiermee uitsteken. Ik ga deze wel gebruiken om het rondjes uit te steken. Ja, ik ga dat misschien dat jij het ook wel wil proberen. Ja? Leuk. En ik heb nog wat rode fondant over en daarmee ga ik de binnenkant maken van de roos. Dit vormpje maak je, dit wordt de binnenkant van de roos. En wat je doet met deze blaadjes, je rolt ze nog een beetje extra uit zodat ze heel mooi plat worden. Een paar van dit soort vormpjes die kun je gewoon bij Xenos en zo kun je die krijgen. Voor een paar euro's zijn heel goedkoop. Ook bij kleinwinkels kun je ze krijgen. Daarom kun je eventjes zo langs de zijkanten om ze nog wat dunner te maken. Is klaar. Leuk! En je kan hem ook nog even tussen wijsvinger en duim pakken. En dan nog even heel goed aanknijpen zodat hij echt ultra dun wordt. Vooral aan de zijkant, dus de binnenkant hoef je niet per se. Zo. Nee. Ik ga ook
probeer ze zo dicht mogelijk bij elkaar te doen. Dan kun je er meer uit halen. Zo het onderste er mooi afknijpen. Dan ga ik hem zo meteen op een cupcake zetten. Eerst ga ik door. Een beetje aardbei. Aardbei? Ja. Ik ga nu blauw en geel mengen en dan maak ik groen mee en daarmee ga ik dan de blaadjes van de roos maken. Oké, okay, ga ik nu de roos op de cupcake leggen. Ja. Een blaadje erbij. En dan ga ik er denk ik wat suiker, gekleurde suiker bij doen. Zal ik er een fruit of een snoepcupcake van maken? Allebei. Een kom. Oké. Okay. Dan gaan we dat doen. Wat ik ga doen. Dus ik ga eerst wat toefjes hiervan spuiten. Zo. En dan ga ik daarop in chocolade gedipte fruit erop leggen. En een aardbeidje natuurlijk. Ook super lekker. Kunnen ze hierop, hè? Een beetje ruimte maken. En ik vond het lekker. Deze? Ja. Ja, het zijn net diamantjes, hè? Ja. En het is ook nog super lekker. Is die klaar? Super mooi. Zet hem hierop. Wat was dit ontzettend leuk om te doen? Super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog en vergeet ook zeker niet te abonneren. In de beschrijving staan al mijn socials en mijn website en het recept, alhoewel hier niet echt een recept voor is. Staat ook in de beschrijving en dan hopen we jullie binnenkort weer te zien. Doei!